Ja, ik heb erover nagedacht. Ik denk dat ik wel ga stemmen. Het is toch iets... Het is wel je eigen stad. Hè? Je moet wel ervoor zorgen dat je goede keuzes maakt voor je eigen stad. En ga je dan voor lokaal of landelijk? Ik ga wel voor lokaal stemmen. Ik wil wel een lokale partij hebben die zich hier in Almelo bezighoudt met de zaken. Ja. Ik weet nog niet op welke partij. Nee. Waar is dat van afhankelijk? Ik kom zelf uit de gemeente Twenterand. En daar is gemeentebelangen heel groot. En ik heb de lijst eigenlijk nog niet zo goed doorgenomen. Die hebben een fors aantal zetels, hè? Ja. Nee, dat nog niet. Nog niet. En u weet om wat voor soort verkiezingen het gaat? Nou, ik heb eigenlijk nog geen idee. Het gaat om de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Ja. Ik heb nog geen idee. Ik weet ook niet waar het over gaat, dus. Ik ga wel stemmen in ieder geval. Ja, dat doe ik altijd. Dus, En weet u al of dat een landelijke partij wordt of een lokale partij? Dat wordt toch wel een landelijke partij. En heeft u daar een bepaalde argumentatie voor? Ja, ik volg de gemeentelijke politiek niet zo geweldig goed, dus... Ik hou me dan toch gewoon op de algemene landelijke partijen. Dus, Maar ik weet nog niet op welke partij ik ga stemmen. U heeft uw keuze nog niet bepaald? Nee, nog niet. In Almelo realiseer ik me dat het heel lastig wordt, want dan hebben ze 17 partijen, geloof ik. Ja, 16 maar ik, in dit geval. Ja, ik woon in de gemeente Tubbergen, is het nog relatief te overzien. Het grote CDA en nog een paar kleine partijtjes, dus de keuze is ook niet zo groot. Dus dat maakt het eigenlijk ook alweer lastig om van waarop je zou moeten stemmen. Wat ik altijd doe, ik stem sociaal. En wat is dan echt sociaal? Nou, niet deze coalitiepartijen die er nu zitten. Als je ziet wat met name de laatste vier jaar gedaan hebben. En dan bedoelt u in Almelo? Ja, in Almelo. Ik kan het ook over andere plaatsen hebben, daar weet ik wel heel veel van hoor. Want als ik u zo beluister, dan heeft u best iets te zeggen over het beleid van de afgelopen vier jaar. Ja, dat mag ik niet. Ik moet onafhankelijk blijven. Als u gaat stemmen, gaat u dan voor lokaal of landelijk? Lokaal, ja. En mag ik vragen wat uw overwegingen daarbij zijn? Landelijke politiek zegt mij niet meer zoveel. Er staat zo ver van mijn bed dat ik er niet zoveel meer mee heb. Tegenwoordig let ik voornamelijk op de veiligheid, zowel hier binnen in de binnenstad als in de buitenwijken. En dan eventueel ook om te kijken naar hoe het gaat met de natuur of wat dan ook. Dan en zijn er nog andere onderwerpen die je belangrijk vindt? Ja, werkgelegenheid is altijd ook wel iets wat ik denk, ja, kan op zich ook wel mooi. Want helemaal nu ook de horeca gaat weer open, dus er zijn wel eventueel banen in de horeca. Maar je moet ook buiten de horeca zelf omkijken, zo makkelijk is het. Ja, betaalbare huizen voor een heleboel mensen natuurlijk. Ik kom zelf in een koophuis en ik heb niks te klagen, maar... De huren zijn toch wel erg hoog en het verschil tussen kopen en is voor de beginnende mensen ook natuurlijk niet meer haalbaar tegenwoordig. En wat zou het bestuur bij monden van de partijpolitiek daaraan kunnen verbeteren of veranderen? Ja, misschien toch minder in zee gaan met projectontwikkelaars. En meer zelf grond kopen om betaalbare woningen te kunnen laten bouwen. En merkt u wel iets van een verkiezingssfeer? Nou, ik ben zelf stembureau-lid bij de gemeente Twenterand, dus ik zit zelf al wel in de sfeer. Ja. Maakt dat u meer betrokken bij de verkiezingen? Ja, zeker. Het is wel een bijdrage aan de lokale democratie, vind ik. Hoe bent u tot die keuze gekomen? Ik heb rechten gestudeerd, dus dan heb je een voorliefde voor politiek en democratie. En waar gaat uw voorkeur naar uit? Naar de plaatselijke of de landelijke politiek? Plaatselijk. Dat weet ik nog niet. Moet ik nog even over nadenken. Het is best moeilijk, hè? Ja. Wat ik voornamelijk gezien heb is nu bijvoorbeeld infrastructuur. Ik heb bijvoorbeeld wel eens dat ik dan over fietspaden fiets waar nogal gaten of wat in zit. En dat ik denk dat zou op zich mooi opgeknapt kunnen worden. En verder lijkt het mij ook een heel erg mooi idee om de binnenstad, zoals die nu mooi groen gemaakt is, om daar toch nog weer een stukje bovenop te gooien. Ja, ik volg het plaatselijke nieuws niet geweldig. Ik lees wel wat koppen in Tubantia, maar ik heb geen abonnement. Dus, Al iets van de verkiezingssfeer in Almelo? In de stad nog niet echt, zeg maar. Maar ik werk op het gemeentehuis en daar is al wel enige commotie. Nou, ik denk eigenlijk dat het goed zou zijn dat er een keer een ander college komt die wel rekening houdt met iedereen. Maar goed, een college is een afspiegeling van de stemmen. Prima. Dus dan moet je gewoon, ja, ik bedoel, ik kan niet tegen iemand zeggen, dan ga ik alvast niet doen waar hij op moet stemmen. Ik zeg alleen, als je gaat stemmen, stem sociaal.
Zou je jezelf beschikbaar willen stellen in de toekomst als gemeenteraadslid? Nee, ik zie mezelf niet als gemeenteraadslid werken. En ik denk ook niet dat dat voor mij weggelegd is. Dus dat laat ik mooi aan anderen over. Je kent je het is, je stemt voor je eigen stad. En je moet het zo zien. Je kan je stem natuurlijk ook gewoon laten liggen, dat je niet stemt. Maar het is wel je eigen stad waar het om draait. Dus het is beter om je stem te laten horen, zodat je eventueel iets kan doen, zodat je zelf en je medemens een beter leven heeft in de eigen stad. God stoor, even Twente bent. Maar als ik u een beetje goed begrijp, dan doelt u met name op de grotere slagvaardigheid die je dan kunt bereiken. Grotere slagvaardigheid en daarmee ook voor onze jeugd vooral, bedrijvigheid te behouden en toekomst. En het CDA, speelt daar een grote rol in? Het CDA? Nou, ik denk alle partijen. U wilt mij een bepaalde politieke partij misschien ontlokken, maar in dit geval... Nee, alle partijen hebben daar, denk ik, en dat heeft eigenlijk niet met politiek te maken. Het gaat gewoon om dat wij naar voren moeten kijken en dat wij iets willen met deze regio. En meer versplintering en meer eenheid? Minder versplintering en meer eenheid.